Hoe ga je next level met jouw business? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Maar laatst was ik op een plek en dat heeft me heel erg geïnspireerd. En ik dacht van, wat als ik dit gewoon ga doen? En dus ook voor jou, wat als jij dit gewoon gaat doen? Wat gaat dat betekenen voor jouw business, voor jouw bedrijf? Ik deel daar heel veel meer over in deze video. Ja, dus hoe ga je next level met jouw business? Nou ja, voordat ik dat ga beantwoorden, ga ik je eerst vertellen waar ik dan was, waar ik de inspiratie dan vandaan heb gehaald. En ik was namelijk in een hotel waar ik voorheen heb gewerkt. Ik heb voorheen gewerkt als HR professional in de hotellerie. En ik was in, bij mijn vorige werkgever dus, Grand Hotel Huis Jordaan in Noordwijk. En daar was ik bij Breakers Beach House, dat is een strandtent. Op het strand, dat is vaak zo met een strandtent, die dus bij Huis Jordaan hoort. En ik zat daar waaruit eten en ik zat daar een beetje te kijken. En de service van het hotel of van de medewerkers is echt on point, weet je. De kwaliteit klopt, de service klopt en alles klopt gewoon eigenlijk met elkaar. Eigenlijk voordat jij een probleem ervaart of iets dat je denkt, oh, dit heb ik nodig of dit zou ik willen, hebben zij het eigenlijk al opgelost. En dat is natuurlijk wat je ook in een 5-sterren hotel, 5-sterren plus, mag verwachten. Maar het feit dat het dan ook echt gebeurt, dat is toch wel heel fijn en echt, ik heb dus natuurlijk ook echt wel een oog voor gastvrijheid, omdat het ook onderdeel was van mijn werk vroeger en dat zit ook wel echt in mijn systeem. Ik vind het echt heel tof als ik, misschien herken je dat wel, als ik een horecagelegenheid binnenkom of een hotel of whatever, dan kijk ik altijd echt van hoe zit de service in elkaar? Hoe gaat dat team met elkaar om? Klopt het? Weet je? Is het gewoon on point? En eigenlijk, terwijl in Nederland, hebben we het echt wel goed voor elkaar. Maar toch, als je in de horeca komt, is het vaak niet on point. Tenminste, niet in mijn ervaring. Er zijn er altijd nog wel verbeterpunten of dingen. Maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, dat valt me altijd op. En nu was ik dus bij Huis Jordaan en eigenlijk klopte gewoon alles. En dat is dan zo fijn op zo'n avond dat het gewoon helemaal in elkaar past. Maar goed, wat heeft dat nu met je business te maken? En wat heeft dat nu met next level gaan te maken? Nou, het inspireerde mij echt enorm. Vond het sowieso ook echt weer heel fijn om in zo'n omgeving te zijn. Waarbij dus alles klopt. En ik dacht van, wat als je dit dus ook gaat doen voor jouw klanten? Als jij die 5-sterren plus service, wat bij zo'n hotel past, wat je daarbij mag verwachten, wat als je dat ook in jouw business gaat implementeren? En dat klinkt natuurlijk echt als een open deur, dat je denkt, tuurlijk moet je voor je klanten klaarstaan en 5-sterren plus kwaliteit service bieden. Maar ook weer, net als wat ik al net zei, in de praktijk, ook dus wat ook dus in de horeca in Nederland is, maar dus ook qua ondernemers in business in Nederland of qua online ondernemen, wat ik zie, is dat by far niet het geval. En wat als je dus wel dat gaat doen? Wat als je die 5-sterren plus service dus ook in jouw business gaat implementeren? Dat je dus jouw klanten voorziet van allerlei dingen voordat ze überhaupt het probleem hebben ervaren. Dat je daar een paar stappen voor uit bent. Dat je meedenkt. Dat je, dat je dus dingen geeft, terwijl ze nog niet eens wisten dat ze het nodig hadden. Dat ze echt dachten, dat je dan echt denkt van, oh wauw, ik wist niet eens dat ik het nodig had, maar super fijn. Weet je, daar wil je natuurlijk naartoe. En de persoonlijke aandacht, dat je echt, ik weet niet, dat het gewoon klopt. En als je dat dus in je business gaat implementeren, dan zorgt het er naar mijn idee voor dat je echt wel next level kan gaan. Sowieso omdat je dan dingen doet wat heel veel andere ondernemers niet doen. Nou ja, en wat ik al zei, het klinkt misschien een beetje als een open deur, dat je denkt, dat snap ik wel. Maar ja, nogmaals, heel veel doen het niet en laten het echt liggen. En hoe implementeer je dat dan? Nou, het is natuurlijk iets waar ik natuurlijk zelf ook mee bezig ben. Ik moet zeggen, ben ik op het 5-sterren plus level? Nee. Er zijn echt nog wel heel veel verbeteringen mogelijk ook in mijn business. Maar het verschil is dat ik er me bewust van ben. En dat ik ook iedere dag stappen aan het zetten ben om dat
om het te tackelen, zeg maar, om dat wel om dat niveau te halen. Want dat zie ik ook, weet ik ook van een hotel zoals waar ik dan bijvoorbeeld gewerkt heb. Dat is niet iets wat je bereikt, 5 sterren plus level, en dat het dan klaar is. Nee, je moet continu nog alle zeilen bij stellen, trekken, zodat je dat niveau kan behouden. En dat is iets wat ik echt super tof vind. En ik bedoel, ja, ik heb er niet voor niks gewerkt. En dat vind ik echt zo vet, die dynamiek daaromheen. Dus alles voor de klant doen. Zorgen dat het helemaal klopt. Dus gewoon voor de schermen, maar ook achter de schermen. Waarvan de klant misschien niet eens doorheeft dat allemaal achter de schermen zich afspeelt. Maar alles echt om het maximale te geven aan de klant of in een hotel natuurlijk de gasten. En dat wil ik dan ook allemaal gaan implementeren in mijn eigen bedrijf. Nou, hoe doe ik dat dan? Is door te kijken van wat is het proces? Bijvoorbeeld om het even klein te maken. Wat is het proces als een klant, of in ieder geval nog kleiner misschien, de eerste echte stap, de potentiële klant. Wat als ik met een potentiële klant spreek? Dat is door middel van, in mijn geval, door een strategiesessie, door een 1-op-1 strategiesessie. Hoe ervaart mijn potentiële klant dit proces? Nou ja, dan ga ik dus, probeer ik echt te kijken vanuit dus de potentiële klant zelf. En dan denk ik van ja, hoe vet zou het zijn als ik een welkomstvideo opneem. Dat ik zeg van hey, super tof dat wij een gesprek hebben. Ik ben Myrthe, het werkt zo en zo. Druk hier op de link. Dan opent Zoom zich vanzelf. En nou ja, zo, weet je wel. Dat je echt, dat diegene zich ook echt welkom voelt. Dat die denkt, hey, dit is tof. Dit is sowieso al anders dan anders, weet je wel, want waar krijg je nou verder nou een video erbij? Bij hetgeen als je een gesprek hebt ingepland. En vervolgens dan ook echt nog een uitleg van hey, dit werkt zo en zo, we spreken elkaar dan. Bovendien doe ik er ook nog een korte vragenlijst bij, zodat je ook zeker weet dat je het meeste of het maximale uit het gesprek haalt. En ja, dat ik echt die 30 minuten die we samen hebben, dat je dan ook gelijk de diepte in kan gaan. Omdat je van tevoren al kort hebt aangegeven van wie je bent, waar je staat en allemaal dat soort vragen. Of waar je ook met je business staat, waar je naartoe wilt, waar je tegenaan loopt, wat je al hebt gedaan om het op te lossen. Zodat we als we elkaar dan die 30 minuten spreken, dat je dan ook gelijk de diepte in kan gaan. Zodat je niet nog eerst die vragen allemaal hoeft te beantwoorden. Dus dat echt gaan nadenken van hoe ervaart een potentiële klant ook bij jou in jouw business. Hoe ervaart diegene het proces? En wat kan je daarin verbeteren? Wat kan je daarin dat ze zich eigenlijk echt gepamperd voelen? Dat ze denken, oh wauw, dit is echt tof. Weet je, er zit een video bij, er zit goede uitleg bij. Er zit een vragenlijst bij. En dat nogal voordat het gesprek überhaupt heeft plaatsgevonden. En dan is het nog een gratis gesprek ook. Weet je wel, wat houdt het dan wel niet in als je in mijn geval dan coaching bij mij gaat volgen? Weet je wel, wat voor kwaliteit krijg je dan? En dat is dus iets waar ik me dus nu door dat bezoek mede aan dat hotel bij mezelf nog bewuster heb gemaakt. Omdat het iets is, zit al in mijn systeem, maar ik wil dit nog veel meer gaan doen. Dat je echt elke keer, dus elke dag, elke week voor je potentiële klanten als voor je klanten gaat kijken. Wat kan ik nog meer doen? Waar is behoefte aan? Hoe kan ik het nog vetter maken? Nog beter neerzetten? Nog meer kwaliteit bieden? Dat ze echt hetzelfde gevoel ervaren als dat je gepamperd wordt in een 5-sterren plus hotel. Dus om de vraag te beantwoorden, hoe kan je next level gaan met je business? Nou, volgens mij is dit gewoon the way to go. Dus hoe kan je next level gaan? Door dus die 5 sterren plus kwaliteit en die 5 sterren plus service te bieden aan jouw klanten en aan jouw potentiële klanten. Want wat er dan gebeurt is dat je ambassadeurs maakt van jouw bedrijf. Waardoor je bedrijf steeds bekender wordt en je dus steeds meer next level kan gaan. Ik bedoel van, wat als jij degene bent die service biedt, de enige in jouw branche, in jouw sector, die deze kwaliteit biedt, deze service biedt. Ja, dan kunnen mensen gewoon niet om jou heen en dan ga je automatisch next level. En ik bedoel, hoe fijn is dat je gewoon vanuit plezier, vanuit super toffe dingen doen, vanuit creativiteit en nadenken van hoe kan ik het nog vetter maken? Dat je dat zorgt dat je bedrijf next level gaat. Want vaak denken we next level gaan, dat klinkt heel moeilijk en dat je heel veel moeite moet doen en hard moet werken. Maar ja, naar mijn idee hoeft dat dus helemaal niet. Je kan gewoon relaxed, vanuit ontspanning, vanuit toffe ideeën, kan je dus je bedrijf next level laten gaan.
Hoe cool is dat? In deze video deelde ik met je hoe je je bedrijf next level kan laten gaan. En vond je dit tof? Vergeet dan niet om op de foto te klikken en je te subscriben voor mijn YouTube kanaal, zodat je zeker weet dat je geen video's mist. En kijk gerust ook verder naar de volgende video hier rechts onderin voor nog meer waardevolle content.